Welkom bij Affiche. In deze aflevering komt Mémoire Perdue de verfilmde en iets wat donkere komedie De Voornaam voorstellen als hun nieuwste theaterproject. En met Klok van een Stem Piet van Sichen hebben we het over opera in openlucht. Maar eerst dit. Met wie zou u graag eens de lakens delen en waar zou u dan over hebben? Om daar een gepast antwoord op te vinden, duiken we meteen met een clubje doorwinterde toneelspelers het bed in. Welkom Mark Verstraeten, Bob de Moor, Els Olaars en regisseur Peter van der Bemt. Ja, welkom. Het is een binnenkopper, hè? Onmiddellijk tussen de lakens, Peter. Ja. En dat is bij jullie wel letterlijk te nemen? Ja, klopt. De 6 acteurs en actrices liggen een hele voorstelling lang uit in bed en doen van daaruit de tekst en communiceren met het publiek. Ja. En waarom die keuze gemaakt? Dat is een lange beslissing geweest. Of dat is een lang proces geweest. Maar dus eerst was er de tekst. Hè, die gaat over politiek. Mm-hmm. Over de liefde. En dan in het derde deel vertellen de acteurs dingen over hun privéleven. En de vorm om dat te vertellen hebben we niet zo direct gevonden. Want ik dacht eigenlijk eerst aan een heel simpele 6 stoelen op scène formule. Mm-hmm. Maar de decorontwerpster waar we toen mee werkte, die heeft toen eigenlijk ook in bed het idee gehad van ja, waarover praat je eigenlijk in bed? Ja, over van alles. Ja. Dus ook over politiek, ook over liefde en zeker over jezelf. Even op een rustig moment, op een rustpunt gekomen, praat je over die dingen. Ja, met haar man en voilà, zo is het idee ontstaan. Ja. En dan heeft ze dat vormgegeven in een mooi, groot, extra large bed. Met z'n allen erin, met het hele gezelschap. En Bob, ik hoorde daarnet zeggen, het ademt ook een stukje privéverhaal. Hoe is Peter bij jullie daar toegekomen? Want toch niet gemakkelijk om te ontfutselen, denk ik. Maar hij heeft een goede formule gevonden. We hebben allemaal een vragenlijst gekregen die we anoniem konden beantwoorden. Ah, ja. We maakten daarvoor een nieuw e-mailadres aan, waardoor Peter niet kon zien wat van wie kwam. En je kon dus openhartig een en ander vertellen, antwoorden op die vragen. Ja. En kan jij, Els, want je kent elkaar natuurlijk, jullie zitten al zo lang allen samen in het métier, jullie paden zijn wellicht al gekruist. Ondanks het feit dat het anoniem is, kan je dan toch nog wel zo'n mensen erin herkennen? Of? Ik denk bij sommige dingen wel, ja. Maar het is ook fijn, en dat is ook een beetje, denk ik, het succes van deze formule. Het is ook fijn om het niet te weten en om te blijven gissen, omdat we elke zin beginnen in dat laatste deel met iemand van ons. En dan is het wel leuk als je het echt niet weet en dat je kunt kijken naar elkaar. Wie is het hier die dit doet of denkt? En heb jij een vermoeden, Mark, af en toe? Maar de afspraak is dat we het onderling niet zeggen. Dus dat we het niet toegeven. Hoewel er soms al eens iemand daartegen gezondigd heeft. Ik zie jou kijken naar in de beginfase. Nee, vooral in de beginfase. Het is wel zo dat Sam was daar altijd heel erg open over. Die kon het dan zeggen. Dat is van mij, dat is van mij. Dan wist het allemaal. Het heeft geen enkele schaamte. Ja, dat is wel mooi, maar is dat vooraf vastgelegd waar jullie het over gaan hebben? Of is dat elke voorstelling iets nieuws waar jullie aanraken? Nee, de tekst is vast komen te liggen, natuurlijk. Ja. En Peter heeft eigenlijk de keuze gemaakt uit al die antwoorden om te selecteren wat er aan bod ging. Maar dan denk ik, dan zou ik nog curieuzer worden. Als ik het elke avond opnieuw moet gaan aanhoren, dan zou ik toch wel een aantal opties gaan bekijken. Is dit wel een improvisatiemoment? Ja? Ja, dat klopt. Dat is een heel klein momentje waarin dat de acteurs de vrijheid hebben om te zeggen wat ze willen. Ja. Maar voor de rest ligt alles vast en is eigenlijk heel de opbouw gebaseerd op alle antwoorden die ik gekregen heb en die ik dan door elkaar geraspeld heb. En hoe is het nu om als acteurs, hè, je bent heel wat gewend als acteur, ook fysiek, om dan ook samen een hele tijd het bed te delen, terwijl iedereen erbij zit? Zal ik eraan toevoegen? Zalig. Ja? Ja. Moeten we meer doen? Ja, het is zo simpel. Ik bedoel, je ligt daar en je zegt je tekst en je hoeft geen rekening te houden, maar ik moet dan weg, ik moet dan een kostuumwissel doen. Dus dan, het is zalig gewoon daar liggen. Puur en die basic tekst. Ja, ook omdat alles wordt geleid tot die essentie, tot die zinnen die je hebt, want er zit natuurlijk geen, hè, we spelen geen rollen, we spelen echt wel onszelf. Dus je kan niks, hoe moet ik het zeggen, geen rol gaan verdedigen. Ja. Dus wat je zegt heel
puur, heel, ja, dat is de essentie. En dat verkoop je dan aan het publiek. En er is bewust gekozen voor een rijpere cast met levenservaring, mag ik zeggen. Hadden jullie dan niet liever, ik kijk even naar jou, Els, een jonge bink er nog bij gehad, Mark, een jong poppetje? Mark wel. Ja, maar kijk. We zijn al verjongd, hè? Ja. In de eerste cast. Dus de geschiedenis van deze voorstelling is wel met heel veel hindernissen geweest. Maar het gaat nog goed komen als ze blijven verjongen, hè? Ze zijn al, dus Els bijvoorbeeld is, hoort bij de jongeren. Het gaat de goede richting uit. We gaan het er zo dadelijk nog verder over hebben, want er is nog heel veel over te vertellen. En er zit toch ook een iets wat minder aangenaam kantje, maar waarvan we vinden dat we toch eventjes die aandacht moeten geven, omdat het zulke bijzondere mensen waren. Wat dat inhoudt, dat hoort u dadelijk. Tot zo. En welkom terug bij Affiche. Ja, ze liggen niet in het bed op dit moment, maar wel tijdens de voorstelling. De acteurs en de cast en de regisseur van Tristero, de productie. Naar welke roemrijke naam luistert ze? Iemand van ons. Iemand van ons. Ja. En dat is een beetje de essentie daarin. Hè? Een hele mooie voorstelling, maar toch ook wel voor jullie als gezelschap een ingrijpende voorstelling, denk ik. Hè? Er is heel wat gebeurd, hè, Mark? Ja, dus het is echt een hindernissenparcours. Hè? Dus we stonden vlak voor de première. Bijna 2 jaar geleden. In 2020. Ja, in 2020. Eigenlijk al meer dan 2 jaar geleden. Dan werd er plots gezegd dat we niet konden spelen, omdat corona zijn intrede had gedaan. En iedereen in ons vak en in alle andere... Alles ging dicht, het moest omhold. Was afgelopen. Hè? Dus de cultuursector heeft daar zwaar onder geleden. Dus wij moesten alles uitstellen. En dan was er een plan om het jaar daarop opnieuw... het op te pakken, ja. Maar ondertussen had Chris Met, die in de eerste cast zat, long covid, dus last van... Zij was een van de eerste die besmet was. Dus moest zij ook afhaken? Zij moest afhaken en dan... Janine Bischops heeft dan ook afgehaakt en Renilde de Cler heeft dan ook moeten afhaken. Met veel tegenzin, denk ik, omdat ze een zware ziekte leed. Het heeft er stevig in gehakt, hè? Want jullie zijn 2 dierbare collega's verloren. De eerste, hè, want we willen een hommage brengen. We hebben hier Renilde. Ja, hoe kwam dat binnen, dat nieuws? Ja, dat komt hard binnen natuurlijk, hè. Hoewel je het natuurlijk altijd een beetje vermoedde. Want Renilde was er wel heel open over dat het niet zo goed ging. Maar dat komt altijd hard binnen natuurlijk. En bij Sam kwam het nog harder binnen natuurlijk. Nee. Want dat was kort na onze reeks voorstellingen. Ja, dat was een donderslag bij heldere hemel. Ineens, je had niets zien aankomen en hij was er niet meer ineens. Ja. De relativiteit van het leven. Ja. Ja. Dan komt het heel dichtbij, denk ik, hè? Ja, omdat we waren in première gegaan. We hebben een week gespeeld. En ik weet nog, zondag hebben we nog gespeeld. Ga ik naar huis en Sam had nog zoiets. Oh, ik ga genieten van deze 4 komende vrije dagen. En het was gedaan. En dan besef je, het is echt van een ene dag op de andere. Kan alles stoppen. Ik kijk naar jullie. Hè? Verandert dat de voorstelling? In die zin dat we er even zelfs over getwijfeld hebben. Wat doen we nu met de voorstelling? Gaan we verder of niet? Maar ik heb het dan met zijn vrouw, Sam zijn vrouw Elke, heb ik het erover gehad. En met de ploeg ook. En Elke zei van ja, ik denk dat Sam zeker zou gewild hebben dat je doorgaat. En alleen al maar om hem te eren, vind ik het een goede beslissing dat we zijn doorgegaan. Ja, want Sam heeft verschillende keren gezegd tijdens de repetities hoe blij hij was met die voorstelling en dat hij daarin kon meedoen. Dus dat was bijna een must om door te gaan, denk ik. Dan krijg je achteraf ook wel een ander perspectief, denk ik. Hè? Dat je denkt van, hij heeft wel precies het aangevoeld of onrechtstreeks een signaal gegeven? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Hij was heel blij dat hij kon meespelen en genoot daarvan. Maar er zat geen kant bij van dit is mijn laatste voorstelling of zo. Nee, absoluut niet. Nee. Dit was precies zelfs een aanzet. Wil dat nog doen in de toekomst. Ja.
Ja. Nee, het is ook fijn dat, om te weten dat Sam en Renilde eigenlijk nog altijd in de voorstelling zitten. Want daar zitten ongetwijfeld zitten er nog een aantal regels, uitspraken van hen in de tekst, waarvan dat we zelf niet weten van, of dat ze van hen zijn. Ja. Maar waar een vermoeden is wel. Maar ja, dat is ongetwijfeld. Ja. Dus... Want ze hadden wel elk een eigen, op hun eigen manier een sterk karakter. Zeker. Dat mag je wel zeggen, denk ik. Ja. Heb je nog een anekdote waar je dat kan uit afleiden of herinneren? Goh. Een anekdote niet direct, maar in elk geval, elk op hun manier, konden ze wel Renilde een beetje op een strenge manier en Sam dan eerder met een kwinkslag wel hun constructieve kritiek geven op het proces, op de voorstelling. En dat heeft de voorstelling ook wel een niveau hoger getild. Ja. Recht toe, recht aan op hun eigen manier eigenlijk. Ja. Ja. Ze waren daar heel cash in. Ja. Ja. Dragen jullie niet deze voorstelling een stukje op aan hen? Heeft hij een andere focus gekregen? Ja, dat denk dat ik zal wel. Dat zou wel, hè? Ik bedoel, je gaat dan niet vergeten dat daar in dat bed lag Sam. Mm-hmm. Allee, bedoel, dat zal altijd zo blijven, wie die plaats ook inneemt. Ja. En zoals Peter zei, er zitten een aantal uitspraken in waar we wel van vermoeden dat die van Sam en of Renilde komen. Ja. Maar deze twee dus daardoor blijft hij daar wel in. En deze twee mooie mensen blijven dus warm nabij bij jullie. Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. Ik wens jullie heel veel sterkte, want het is toch ook eventjes voor jullie een stap waar je doorheen moet. Maar je hebt een pracht van een voorstelling ook en daar maak je heel veel mensen gelukkig mee. En dat is toch ook waarvoor jullie misschien ooit voor het vak gekozen hebben? Ik denk het wel, hè. Ja, ja? Nog altijd? Ja, dat is een passie. Daar wil je niet mee stoppen. Nee. Dus dat is ook het mooie. Dat was ook een troost dat haar vriendin, denk ik, Sam zijn vriendin, zei van, hij is eigenlijk overleden op een gelukkig moment. Op het moment dat hij het gevoel had dat hij nog bezig dat alles was met klopte. Dat vak. En dat het dat je dus doorgaat totdat het tijd is om te gaan. Maar eerst gaan we nog spelen, hè? Absoluut, voilà. Zo lang mogelijk. Ja, en ik wens jou toch ook een jonger castlid toe. ik zie toch... Waarom kijk je maar die is er. Die is er, voilà. Ja. De grote is er en die jongste nu van allemaal. Ja. Ik ben heel gelukkig met Els Dolaars, want die ligt naast voilà. Mij. En je mag niet te gulzig zijn in het leven. Heren en dames, ik wens jullie nog een hele fijne tournee. En we komen zeker en vast nog eens langs om te kijken. Iemand van ons van Tristero toert nog tot begin juni doorheen de Vlaamse culturele centra en Schouwburg. En ook in voorjaar 2023 kan je ze her en der in het land aan het werk zien. Alle info en data op tristero.be. Dadelijk spots aan op een gloednieuwe productie van Mémoire Perdue. Een nog vrij jong gezelschap met duidelijke ambities. Tot zo. En welkom terug bij Affiche. De voornaam, dat is de titel van de nieuwste voorstelling van Mémoire Perdue, die binnen 2 weken in première gaat. Bij ons acteur Wim Dankaert en regisseur-bezieler, mag ik zeggen, Nick de La Fontaine. Absoluut. Ja, in deze tijden een nieuw gezelschap oprichten. Je moet een beetje gek zijn. Ja, je moet volkomen gek zijn, denk ik. Nieuw is het wel niet, maar het is nog vrij recent. Het is vrij recent, absoluut. Het is eigenlijk vooral een klein gezelschap eigenlijk. Ik geloof, even snel terugdenken in de tijd, dat we ongeveer 2015, 2016 waren toen Aaron Wade, een zeer goede vriend van mij, vroeg aan mij, welk is nog een van uw grote dromen? Ja. Ik zeg, ja, tuurlijk, een van uw grootste dromen als acteur, regisseur is altijd een eigen gezelschap. En hij zei, why not? En in 2017 was ineens Mémoire Perdue geboren. Ja, van het bierkaartje en de fijne babbels plots naar de constructie van een VZW of iets. Ja, en alle nodige ambtenarij dat erbij kwam. Ja, alle lusten en lasten, zeg maar. Absoluut, maar het is meer dan de moeite waard al geweest. Ja. Absoluut. Want Wim, jij komt uit een verleden van repertoiregezelschappen waar het geld niet op kon of waar de energie niet op kon. Waar het geld niet op kon, dat weet ik niet. Daar
ging ik niet over. Maar ja, ik heb veel repertoire theater gedaan. Ik heb bij TNTG gespeeld, bij de KVS gespeeld 10 jaar onder Frans Marijnen. Daar heb ik ook Hans Lichtvoet leren kennen. Hans heeft mij dan later bij Memoir binnengehaald. En zo, zo gaat het eigenlijk. Bal aan het rollen. Maar ik bedoel, je hebt nog de grote gezelschappen gekend. Hè, waar je kon plukken uit acteurs om, om grote stukken te bezetten. Ja, tuurlijk. En dat bestaat niet meer. Hè. Nee. De gezelschappen bestaan niet meer. Je hebt nog wel grote organisaties. Maar eigenlijk mensen in vast in dienst, dat is afgelopen. Ja. En ik moet niet de vraag stellen, is dat jammer? Ja. Ik ken het antwoord al, denk ik. Het is zeer jammer. Ja. En er wordt ook behoorlijk stemming gemaakt ondertussen. Want als ik mij op Facebook durf te vertonen en ik heb het over cultuur, dan krijg ik toch vaak subsidieslurper naar mijn hoofd geslingerd. Ja. Terwijl, ik heb daar niks mee te maken. Nee. Ik probeer ook maar mijn boterham te verdienen. Ja. Dus, En dan kijk ik terug naar de andere kant, Wim. Dan kom ik bij Nick terecht. Ja, ik denk, jij moet ook wel zien dat het feestje betaald wordt, denk ik. Ja, dat is denk ik de grootste uitdaging van Memoir sinds het begin geweest. Het is echt zeer low budget, omdat subsidies is een drama de laatste jaren geworden. Zeker voor, ik moet het nuanceren, zeker voor de kleine gezelschappen is het echt heel moeilijk geworden. Als je in deze tijd een jonge acteur zij of actrice of regisseur zij die een opleiding begint, dan zou ik nu al heel veel bang hebben. En zeker als je dan nog eens de stoute schoenen aantrekt en zegt van ik ga een eigen gezelschap beginnen, ja, dat is echt, dat was toen enorm frustrerend dat je vaak de deur werd geweest. Dan sta je alvast aan de uitgang nog voor je binnen bent. Ja, eigenlijk wel. Ik weet nog goed toen ik op het Ritz begon als opleiding regisseur, dat de eerste kennismaking met onze docenten was, dat die binnenkwam en zei, het kantoor van de RVA is de Tweede Straat rechts. Dus wij zaten met 1500 in die aula en uiteindelijk, je werd direct eventjes gewezen hoe het erop stond. Absoluut, waren we nog denk ik met 50 over, denk ik. Dus, maar nu jullie gezelschap Memoir Perdu, zit daar ook een beetje, is dat ook de verpakking voor de inhoud in die titel? Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat de nood, voor mij persoonlijk, was de nood, zoals vroeger het Raamtheater er was in Antwerpen, echt pure repertoire theater, was bij mij een beetje aan het weggaan in Antwerpen. Natuurlijk, je hebt de grote Schouwburg, het Toneelhuis en zo allemaal, die speelde nog wel, maar ik miste vooral echt de pure tekst en spel, essentie en echt de stukken die ze in Londen of in New York of Parijs nog spelen, die begon ik een beetje terug te missen. En die erg toegankelijk zijn erg voor toegankelijk, een ruim publiek. Absoluut, absoluut. Zowel comedy als drama, als thriller. Er is zo'n brede waaier in repertoire. En dat is eigenlijk de nood dat theater, Memoir Perdu, uitgekomen is. Ook zo'n Memoir Perdu, ook letterlijk de naam zegt het ook, hè, verloren geheugen. Het is een beetje, dat is hetgeen dat ik wou doen, zo de klassiekers terug bovenhalen, met natuurlijk ook de combinatie van een aantal stukken die mensen nog niet kenden. Nieuwe kans en een nieuwe spotlight te geven. En er komt een nieuwe aan. De voornaam heet ze? Ja, absoluut. De voornaam, Le Prénom, in het Frans, is een zeer grote kaskraker geweest in Frankrijk. Is, ik denk, in Parijs over de 200 à 400 zelfs voorstellingen van gespeeld geweest. Is in 2010 geschreven, geloof ik, door Alexander de La Patelière. Patelière. Wim kan veel duidelijker uit afspreken. Ja, het is ook een acteur natuurlijk. Ik heb enkel een Franse achternaam en daar stopt het bij. Allee. Voilà. Maar in elk geval, we gaan het er zo dadelijk nog uitgebreid over hebben, over die nieuwe voorstelling die naar het theater komt, die jij gaat regisseren en waarin jij te zien bent. Maar eerst tijd voor muziek. Tot zo. En bij ons in de studio nog altijd Wim en Nick van Memoir Perdu en de nieuwste voorstelling die eraan komt, De Voornaam. Waarover gaat het, Wim? Het is een echt Frans stuk. De Fransen babbelen graag. Het is een, het is teksttheater, maar wel spits, geestig, snel. Ja? Ik vergelijk het graag met de stukken van Yasmina Reza. Ja. Ik weet niet. Zeg, kunst, onder andere. Kunst, voilà. Ja. In kunst komen drie mannen samen. Hebben een avondje, ik weet het niet precies. Eén van hen heeft een duur schilderij gekocht. Daar praten ze heel de tijd over. Ja, daar praten ze heel de tijd over. Een duur schilderij en er staat niks op. Het is gewoon een wit vlak. Ja. Dus de discussie gaat over kunst, maar de discussie gaat eigenlijk over die drie mannen, die drie ego's die botsen. Ja. En in die zin, is dat een parallel nu met de voorstelling? Kan ik het vergelijken met deze voorstelling? Hier zijn het vijf mensen die bij elkaar komen. Zien ze nog eens? Ja, hier zien we ze nog eens. Het zijn vijf echte types, karakters. Je merkt het al een beetje in de foto. Ze komen samen. En een van hen, mijn rol, Vincent, een man van middelbare leeftijd,
Dan moet er nog wat griemen bij te pas komen. Ik zal een complimentje gooien. Dank u wel. Voilà. Heeft het helemaal gemaakt in het leven. Heeft een immobiliekantoor. En heeft onlangs ook een jongere vrouw leren kennen. Die is zwanger. Het leven gaat zoals het gaat. Ja, ja, kijk. Die is zwanger op dit moment. Ze gaan een zoon krijgen over 4 maanden. En de andere mensen vragen, en hoe gaat jullie zoon dan heten? Adolf. Dat komt even binnen, denk ik. Adolf. Ja. En daar begint het. Ja, ik denk dat het tussen 75 jaar geleden, denk ik, dat die naam nog gebruikt is en sedertien nooit meer. Nee. Klinkt als een vloek. Het klinkt als een vloek, omdat hij verwijst naar één persoon. Ja. Wat niet hoeft, wat ook in het stuk staat. Want Vincent zegt, ja, maar ik heb die niet gekozen omwille van Hitler. Ik heb die gekozen omwille van de naam. Omwille van Benjamin Constant. En het hoofdpersonage uit zijn roman heet ook Adolphe. Ja. En dat is het prototype van de romantische held. Ja, en we zijn vertrokken. En we zijn vertrokken. Ja. En dat is toch wel een hele uitdaging, denk ik, hè, zo'n spervuur. Zit er een lijn in te trekken zonder in hokjes te duwen? Is het een komedie? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Het is een echte komedie. Het is echt een Franse komedie, zoals Wim ook al zei. Het is heel snedig, heel spitsig. Maar vooral tekst. Het is teksthumor. Mm-hmm. Het is zo leuk om te repeteren met acteurs en zo leuk om te regisseren ook, omdat je zo op de letter kunt gaan moppen, mm-hmm, uitwerken. Mm-hmm. En dat zorgt ook, wie moet dan lachen, omdat er komen vaak moppen bij, of er vertrekken moppen. Allee, ik bedoel, het is zo, maar het is voor mij... Het is work in progress. Ja, absoluut, want het is echt een heel goed team ook. Ik vind het ook een heel goede, sterke cast die heel goed samenspelen ook. En maakt het voor mij als regisseur alleen maar gemakkelijk. Want wie zit er allemaal inderdaad in de cast? We gaan nog even kijken. We hebben ze hier op het scherm. Als we van links uit beginnen, zien we Johan de Pape. Dan daarnaast Hans Lichtvoet. Ja, die middelste persoon die ken ik niet. Dat is Wim Dankaert, uiteraard. Komt af en toe wel eens langs in de studio. Af en toe eens langs. En dan hebben we Katrien de Becker. En dan iemand nieuw. Maar echt een zeer talentvolle actrice, Anouk Lambrechts. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zo toch een beetje een nostalgisch soort raamtheatergevoel. Dus het klopt wel. Van wat je aangeeft. Absoluut, ook omdat wat dat memoir ook doet, omdat ik net al zei van tekst en spel is zeer belangrijk bij ons, proberen we ook het visueel en zo is voor mij minder belangrijk. Mm-hmm. Allee, ik bedoel, we maken wel een mooi beeld, maar het is geen groot decor. Ik bedoel, het is allemaal heel klein. Net ook omdat we zeer weinig budget hebben. Ja. Het is allemaal privé gefinancierd door mezelf en mijn ouders. En je zakgeld. En ja, echt letterlijk mijn zakgeld. Maar de mooiste dingen worden geboren vanuit soberheid, hè? Ah, wel, absoluut. En ik heb al gemerkt, want onze afgelopen 4 producties die we hebben gemaakt, want dit is de 5e productie nu, zijn altijd alle 4 al, mag ik het toch wel zeggen, een schot in de roos geweest. Mm-hmm. Omdat net die passie druipt eraf bij zowel de acteurs als de crew als regisseur zijn ook gevoeld dat het is terug naar flashback, naar vroeger. Ja, en je serveert nog iets dat elders in de minderheid geraakt. Ja. Ja. Over dat engagement wil ik ook nog wel iets zeggen. We zijn met z'n 5e en houd die ploeg maar eens 2 jaar bij elkaar tijdens corona. Want dit is de 4e keer dat we dit proberen te monteren. Met agendas en planning en begin maar te schuiven. Het zijn geen vanzelfsprekende tijden. En voor een jong gezelschap, wat zijn de plannen? Wel, ik moet eerlijk zeggen, we hebben het er deze week nog over gehad na de repetitie. Voor mij is het een beetje afwachten nu. Ik ga nu deze productie afwachten, wat het gaat geven, hoe dat ze werkt of niet werkt. Want ik kom altijd op hetzelfde neer. Als er te weinig budget is, kunnen we het niet blijven maken. Nee. Dus ik hoop uit de grond van mijn hart dat onze voorstellingen vol zitten, dat we er nog meer mee kunnen doen, want het zou jammer zijn om voor lege zalen te spelen. En dan hoop ik dat we in de toekomst Memoir kunnen blijven doortrekken en blijven de lijn volgen die we... En dat we die verloren stukken of die stukken die dreigen verloren te gaan terug een forum kunnen geven. Want ik heb een schuif nog vol met schatkisten vol met stukken. Ik zou ze zeggen, doe ze toch maar goed slotvast, zodat je daar één voor één die pareltjes uit kunt plukken. Ik wens jou heel veel succes op de scène. Break a leg, zoals ze dat zeggen. Merci. En blijf fris genoeg denken en af en toe nog een grapje erbij uitvinden. Hè? Zullen we zeker. Komt in orde. Dank succes met Memoir Perdu in elk geval. Exact 10 dagen van 19 tot 29 mei is de voornaam van Memoir Perdu te zien in het Noordtheater te Antwerpen. En alle info kan je terugvinden op memoirperdu.be. En een genre openplooien naar een ruim publiek, dat is een missie waar de zomeropera in Aldenbize al jaren wonderbaarlijk in slaagt. Piet van Zichen gunt ons dadelijk een blik in hun muzikale keuken. Tot zo. En welkom terug bij Affiche.
Opera in Vlaanderen heeft de laatste decennia duidelijk aan populariteit gewonnen bij een ruimer publiek. En daar zit de zomeropera in al de biezen, bilzen ongetwijfeld voor vele procenten tussen. Bij ons operastem en artistiek leider van het project, Piet van Zichen. Welkom, Piet. Goedenavond. Ja, jij bent de promotor, zeg maar, van de opera in Vlaanderen. Want er zijn al heel veel operafans, maar jullie proberen nog net iets verder te gaan, hè? Wij proberen dat procent van... Het is eigenlijk allemaal... Ik moet een hele tijd, een hele stap terug in de geschiedenis. Toen ik nog actiever dan nu op de bühne stond, kreeg ik van heel veel mensen de vraag: wanneer kunnen we een keer komen kijken? Goed, ofwel was dat te ver, ofwel was het uitverkocht, of het was te duur. Een combinatie van veel factoren. De drempel was altijd wel heel erg hoog. Vandaar dat dat idee is gegroeid van: eigenlijk moeten we opera naar de mensen brengen. En toen, ja, Al de Biezen had een groot verleden, want Al de Biezen was geruime tijd thuis van wat Eekhof heet, European Center for Opera and Vocal Art. Klinkt heel chic. Klinkt heel chic. Ben daar tenslotte ook geweest. Maar ook dat, eigenlijk wereldwijd studenten die samengebracht werden en gecoacht werden daar. En dat mondde uit in twee producties. Toonmomenten, zeg maar. Toonmomenten. Ja. Maar ook daar merkte je dat er lokaal heel veel beweging rond dat hele project was. Vandaar dat de keuze Al de Biezen eigenlijk een fantastische keuze was om opera te gaan spelen. Het is een hele mooie locatie om... Het is een fantastische locatie. En ja, die binnenkoer is een droom om te zingen. Het is een theaterzaal. Dat klinkt beter dan veel theaterzaal. Dus de akoestiek is goed, maar ook de beleving is fantastisch. Maar de beleving is fantastisch. Houd daar dan nog de praktische kant van de zaak. We kunnen 80 mensen logeren. Je kan daar eten. Je hebt daar nog andere zalen waar dat je ook een kinderproductie kan doen. Je hebt eigenlijk een hele logistiek daar rond waar je hele grote dingen mee kan gaan doen. Waar je heel veel zaken mee kan doen. En ja. En zo is Zomeropera geboren eigenlijk? Ja, zo is Zomeropera geboren. Zomeropera is, op de binnenkoer van Al de Biezen toen, 25 jaar geleden, zeg maar, thuis de living leeggemaakt. Ja. En de solisten sliepen bij de buren, weet je? Ja. En dan de laatste week voor de eindrepetities naar Al de Biezen, naar het grote Al de Biezen, en het daar doen. En nu zit je er bijna heel de periode? En nu zitten we daar heel de periode. Maar het gevoel van, och, we komen samen, we gaan wat doen, is nog altijd heel sterk en is voor ons ook wel heel belangrijk als organisatie om te behouden. Het grote voordeel daarbij is natuurlijk dat je in Al de Biezen zit. Je zit niet in een groot stad. Nee. Dus 's avonds na de repetitie zegt niemand... Is weinig te beleven, jongens, nog. Ja. Nee, je kan wel gaan wandelen, je kan wel gaan fietsen. Je kan eens naar Bulten Centrum of ik zeg maar wat. Maar daar houdt het dan ook meestal. Maar het maakt wel een hechte gemeenschap, denk ik. Maar het maakt voor ons van hele de gelegenheid om een heel hechte groep te creëren. Jullie hebben ondertussen al heel wat grote operawerken naar die mooie binnenkoer gebracht. Wat zijn zo voor jullie de highlights? God, helemaal in het begin zei iedereen: ja, gaan jullie een Mozartfestival worden? Nee, we zijn geen Mozartfestival. Maar wij deden wel in den beginnen, in Führung aus Inserheit, Zauberflöte, Notzi de Figaro. Alle grote. De grote. Populaire dingen. De grote, ja. Mozart. Mm-hmm. Uiteraard ook omdat je voor Mozart maar een orkest van 30 of 35 mensen nodig hebt. Dus het was ook budgetair. Het is ook een budgetaire overweging. Als je met Puccini wil beginnen of met... Ja, dat is 40, 45. Ik bedoel, daar hebben we wel altijd heel erg moeten ook... En creatief zijn. Creatief zijn om te kijken. Maar zo is het begonnen. En daarna hebben we, goh ja, we hebben best wat Verdi's, Puccini's, Onegin, Tchaikovsky. Want alles gebeurt live bij jullie, hè? Ja, alles gebeurt in open lucht, live. Met die goede akoestiek. Ja. Live zingen natuurlijk, maar ook live muziek. Live orkest. In principe zitten wij 40, 50 mensen orkest. Dat is dit jaar een klein beetje kleiner. Mm-hmm. Maar we spelen het wel gelijk het hoort gespeeld. Ja, met prachtige kostuums. Ja, en fantastische decors. En
moet ik ook zeggen, een ongekende creativiteit... wat jullie op die kleine binnenkoer, naar operanormen, klein toch, hè, ja, doen. Hè? Het heeft wel een historiek, die binnenkoer, ja, natuurlijk. Je zit dus wel tussen historische muren. En het is ook zo dat we elk jaar opnieuw proberen... Soms laten we het kasteel heel prominent aanwezig zijn. Is het een decor op zich? Als een decor. Soms is het bijna weg... Maar we proberen dat ook elk jaar heel divers. Toch de verwondering. Ja, ja, ja. Jullie kunnen toveren in Alden Biezen. Ja. We gaan het er zo dadelijk verder over hebben. Want jullie hebben een nieuwe productie die in aantocht komt. En absoluut, die we de komende avonden kunnen gaan beluisteren. Ja. Maar dat is voor zo dadelijk. Tot zo. En bij ons rond de tafel nog altijd Piet van Zomeropera Alden Biezen, mag ik zeggen. En absoluut, er komt een nieuwe productie, hè? Ja, hoor. En die luistert naar de leuke... Ik vind het een leuke, mooie naam. Villa Lehar. Ja. En dan denk ik operette, opera? Ja, het is, Villa Lehar is heel leuk. Omdat de productie vorig jaar, die ook een ersatz was... Mm-hmm. Voor Butterfly, Casa Ricordi heette. Ah, ja. Dus het huis Ricordi, nu het huis zit Lehar. Zit een artistieke lijn in. Oh, jongens toch. Nee, Villa Lehar... Ik ben ervan overtuigd dat als je dit soort producties maakt... dat een goede kapstok zeer belangrijk is. En die Villa Lehar... Die bestaat echt, hè? Die echt bestaat, die kan je gaan bezoeken. Het is te zeggen, als je hem nu nog wil zien, moet je heel vlug zijn... want hij gaat dicht. Huh? Bad Ischl wordt binnen 2 jaar culturele hoofdstad. En ze gaan hem helemaal... pumpen. Ze gaan hem helemaal nieuw maken. Dus als je het nog zuiver wil zien, dan... Maar als je het wil zien zoals het nu... Je kan die nog altijd zien. En dat is een... Als actieve muzikant en je loopt daar rond. Dat is ongelooflijk. Dat is waar dat Lehar werkelijk in de zomer zijn grote werk heeft. En die was natuurlijk heel vermogend, want zijn werken werden heel veel gespeeld. Hij was ontzettend rijk. Dat is zoals je in de Puccini-villa gaat aan het Lago. Ja, daar denk je ook aan mij, die man. Dus hij heeft heel wat kunst en ook heel veel dingen die wellicht in zijn persoonlijk leven belangrijk waren. Ja, maar het gaat... Ook, die villa is gevuld, effectief gevuld, met herinneringen. Mm-hmm. Hij had een zeer grote vriendschap met Puccini. Er hangen 3 of 4 zeer grote tableaus die hij van Puccini gekregen heeft. Vriendencadeautjes. Ja, vriendencadeautjes. Er staat nog altijd een immense Steinway-vleugel... Die zijn andere grote vriend in het leven was Richard Tauber, mm-hmm, de bekende tenor. Die op een bepaald moment in New York was en een voorstelling zag van de nieuwe vleugel van. En die zei, dat moet ik voor mijn maat kopen. En die heeft een Steinway-vleugel in New York gekocht. En die Steinway-vleugel staat in Villa Lehar. Begrijp je dan goed, Piet, dat al die dingen... Ik hoor jou een heleboel bevriende componisten noemen... Ja. Dat die dan het motief vormen doorheen jullie voorstelling? Ja, dat is de bedoeling. Je krijgt als het ware een het is effectief een rondleiding die gebeurt... waarbij dat de mensen welkom worden. Welkom in Villa Lehar. Hier ligt een dirigeerstok. Ja, maar niet zomaar een dirigeerstok. Dat is wel de dirigeerstok. En dat is ook effectief zo in het huis. Dat is de dirigeerstok van Johann Strauss. Ja. Ach, echt? Ja. Ah, Johann Strauss. Ja. En we zijn vertrokken. Strauss. En we zijn vertrokken en we laten een stukje Strauss horen. 3 minuten later lopen ze tegen een borstbeeld aan... Mm-hmm. Oh, wie is dat? Ja, dat is niet zo'n bekende kop. Nee, dat is Dvorak, Antonín Dvorak. Mm-hmm. Ah, Antonín Dvorak. Ja, was de leraar van Lehar. Ja, goed, Antonín Dvorak. Ah ja, Rusalka. Ja, natuurlijk. Rusalka. Ja, het liedje van de maan. Ja, natuurlijk. Dus je komt eigenlijk doorheen de tijd en de leeftijdsgenoten van Lehar. En je krijgt een heel rijk boeket. En dan... proberen we, en dat hebben we vorig jaar ook gedaan... als je dan zegt Rusalka en je zegt Song to the Moon... Mm-hmm. Wie zingt dat op de grote internationale bühne? Barbara Haveman zingt dat op de grote internationale bühne... maar Barbara Haveman staat ook bij ons om het te zingen. Dus het heeft een... Jullie zijn wel heel nauwkeurig in wat jullie doen, hè? En jullie mag het niet loslaten. Je kan dit brengen, maar je moet dit...
naar je eigen normen en mogelijkheden op de hoogst mogelijke manier proberen in te vullen. En dan werkt dat. En jullie hebben ook een fantastische gids van dienst? Wij hebben een Wel, Koen Krukken heeft in het verleden ooit een Loestige Witwe gespeeld. En dat was een onwaarschijnlijk aangename samenwerking toen. En toen Bruno van Heijstraten, onze regisseur, zei van... Goh, die gids. Wie gaan we daarvoor nemen? Wie heeft die spielerij om die gids te spelen? Koen Kruk. Ik zeg ja, Koen. Dat we moeten Koen vragen om dat te komen doen. En Koen... Ik bedoel, Koen kent het ook allemaal. Hij hoeft het ineens niet te bedenken. Het is een entertainer. Hij is sowieso al... En dan dat groepje dat rond Koen zich beweegt. Daar zitten dan de solisten en ook nog een paar extra's in en zo verder. En die kunnen we allemaal terugvinden op jullie website. Allemaal terugvinden op de website. Maar we moeten ze vooral komen beluisteren. Hè? En dan stel ik me de vraag, we kennen Vlaanderen natuurlijk. Wat als het regent, Piet? Oh, dat is, daarvoor zitten we op de binnenkoer natuurlijk. Al 20 jaar of iets minder, maar worden wij beschermd door een onwaarschijnlijk mooi paraplu-systeem. Jullie hebben de meest dure paraplu's van Vlaanderen, denk ik. Ik denk dat wij de meest dure paraplu's van Vlaanderen hebben, maar ze doen wel hun werk. Ze stoppen even met werken als er echt een nationale drash komt. Dan moeten we even wachten, maar bij fijne regen en gewoon kunnen wij gewoon mooi doorspelen. The show must go on. Iedereen blijft droog en dat is alles voor de opera. Ja, absoluut. Jij bent ook te zien op de plankje? Ik ben dit jaar te zien als zaalwachter. Aha. In de Villa Lehaar, die erop moet toekijken dat niemand aan de verkeerde dingen komt. En wie dus op zoek is naar een mooie lente- of zomeravond, kan vanaf 19 mei naar de Landcommanderij Aldenbize in Bilze. Want daar vult de lucht zich tot eind juni met wondermooie opera en operetteklanken. En alle info kan je terugvinden op zomeropera.be. Volgende week kleven een nieuwe aflevering van Affiche. En dan komt goochelaar Nicolas langs, want hij vertelt over zijn nieuwe magische theatertour en een dynamische dames. Kruipt de fiets op voor een humorvolle muzikale knipoog naar de wielersport. Dat en nog veel meer volgende week in Affiche. Tot dan. Dag.